Ben je wat vaker vermoeid? Heb je een droge huid, droog haar, broshaar, regelmatig pijnlijke borsten? Al dit soort signalen kunnen erop wijzen dat je misschien een jodiumtekort hebt. Goedemorgen lieve mensen, welkom bij de Eetlijn. Ik ben Nettie Bom, ik ben leefstijlcoach en coachtrainer. En vandaag gaan we het hebben over jodium en een jodiumtekort. We gaan een aantal dingen behandelen. Om te beginnen, wat is jodium? Wat zijn de signalen van een tekort? Waar zit het allemaal in? Wat kun je zelf doen om het op te lossen? Dus we hebben een heel pak informatie vandaag weer. Welkom allemaal. Ik zie al mensen binnenkomen. Ik zie Marion Vullings. Ik zie Freya, Vera, Frans, Anneke. Nou, er rollen een aantal mensen gelijk weer binnen. Hartstikke leuk. Nou, we gaan het inderdaad hebben vandaag over jodium. En jodiumtekort komt vaker voor dan we eigenlijk denken en dan je zou mogen hopen. Het is heel belangrijk om voldoende jodium binnen te krijgen, want de klachten kunnen echt wel serieus zijn, maar daar ga ik zo meteen allemaal over hebben. Eerst eens eventjes een vraag aan jullie, gewoon zomaar een schot voor de boeg. Wie van jullie let er op zijn jodium intake? Of zeg je, nou net hier ben ik helemaal niet mee bezig. Ik heb van de week natuurlijk al vragen gesteld via Facebook en heel veel mensen blijken totaal niet bezig te zijn met wel of geen voldoende jodium. Dus hartstikke leuk om daar even wat aandacht aan te schenken. En geef eens een antwoord even via de chat als je wil. Of je iemand bent die er echt op let. Of dat je zegt, nou net ben ik echt helemaal niet mee bezig. Dus ik ben benieuwd naar de reacties die komen. Ondertussen komen er steeds meer mensen binnenrollen. Het gaat snel tegenwoordig. Hartstikke leuk. Ik ga eerst eventjes vertellen wat jodium is. En dan ga ik zo meteen kijken of er inderdaad antwoord gekomen is op de vraag of je op jodium intake let of dat je er helemaal niet mee bezig bent. Er komt gelijk al een reactie binnen van Maureen die zegt ik let er eigenlijk helemaal niet op. Nou, daar ga ik je zo meteen wat meer over vertellen, Maureen. En hoop ik dat je wat bewuster wordt vanwege je jodiumintake. Nou, eerst wat is jodium? Jodium is een sporenelement wat we nodig hebben, onder andere om je schildklier te activeren. En de schildklier is je verbrandingshormoon wat eigenlijk hier in je hals ligt, in dit gedeelte hier. En jodium is iets wat we niet zelf aan kunnen maken en daarom hebben we het eigenlijk altijd nodig om het via de voeding binnen te krijgen. Je kunt wel wat jodium opslaan in die schildklier, die heeft een klein reservevoorraadje. Dus mocht je nou op een gegeven moment signalen krijgen van een tekort, dan kan het zijn dat je eigenlijk al veel langer met een jodiumtekort rondloopt. Maar dat het kleine reservevoorraadje hier in je schildklier, dat die jou toch nog eventjes helpt om die ergste tekorten op te vangen. Maar het is wel heel belangrijk om zelf voldoende jodium binnen te krijgen. Ik ga je zo meteen uitleggen waar jodium allemaal in zit en hoe je het binnen kunt krijgen. Maar naast de intake van jodium verliezen we ook veel jodium. Onder andere door urine en door vochtverlies. En ja, er zitten vaak heel veel vrouwen te kijken, ook mannen natuurlijk, maar ook wel wat vrouwen. En de vrouwen weten gewoon, als je in de overgang terechtkomt, dat je veel meer transpireert, vaak opvliegers hebt. En door het overmatig transpireren kun je juist door de overgang een enorm tekort aan jodium krijgen. Nou, ik hoor ook heel vaak vrouwen zeggen, ja mannen gewoon even meekijken hoor, even gewoon lekker meedoen. Maar ik hoor veel vrouwen zeggen dat ze pijnlijke borsten hebben, cystes in de borsten. Cystes, nou ik weet het even niet. En dat kan vaak te maken hebben met een jodiumtekort. En het heeft te maken met het feit dat we krijgen op een gegeven moment, en vooral artsen denken dat, met alle respect, dat als wij op een gegeven moment pijnlijke borsten krijgen, in de menstruatietijd worden er eigenlijk meer cellen aangemaakt. En die cellen moeten uiteindelijk na de menstruatie ook weer opgeruimd worden. Dat noem je apoptose. Dat is een vroegtijdige celdood. En die cellen die moeten dan afgebroken worden en het lichaam uitgevoerd worden. En als dat niet voldoende gebeurt, als je een tekort hebt aan jodium, dan worden die cellen die je eigenlijk niet nodig hebt, maar die aangemaakt worden tijdens de menstruatie, worden te weinig afgevoerd. En daardoor krijg je eigenlijk een ophoping van die extra cellen. Dat kan uiteindelijk pijnlijke borsten veroorzaken en cystes of kisten in de borsten. Dus dat is eigenlijk een van de gevolgen ook van de overgang. En nou is een jodiumaanvulling alleen niet voldoende om dat op te lossen, maar het is wel inderdaad een van de gevolgen van te weinig jodium, meer pijnlijke borsten en meer gevoelige borsten en ophopingen van cellen. Omdat dus die celdood, die afbraak van die cellen, die stagneert door een tekort aan jodium. Nog veel meer mensen binnenkomen. Ik ga het allemaal niet meer noemen, het zijn er veel te veel. Vera zegt, ik let er niet echt op mijn volgende tips van Nettie. En dan komt het wel goed, toch? Ja, Vera, dat is helemaal leuk. Dan komt het zeker goed. Ik ga je zo meteen ook uitleggen hoezo het dan goed komt. Lia zegt, ik ben me bewust van, maar geen idee wat ik moet doen. Eet geen brood. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Jannie zegt, ik let er niet op, maar onlangs wel op geprikt en was prima. Heel goed, Jannie. Marion niet specifiek. Ria van der Niet zegt, ik volg jouw programma de Eetlijn-methode, dus denk dat het in orde is. Inderdaad, Ria, dan is het inderdaad in orde, maar er zit wel een kanttekening aan. Oké, nou, er worden al mensen getagd om te delen. Marion niet specifiek. Nou, ik heb de meeste gehad, denk ik. Goed, dus dan inderdaad de vraag, hoeveel jodium hebben we elke dag nodig? En voor degenen die net binnenkomen rollen, we hebben het over jodium vandaag en we hebben net besproken wat jodium is. En nu ga ik met je doornemen hoeveel jodium we dagelijks nodig hebben. Nou, hoeveel we nodig hebben per dag is ongeveer 150 microgram. Dat is het minimale wat we nodig hebben. En het maximale wat we dus eigenlijk nodig hebben is 600 microgram. Zit je er echt veel verder boven, dan krijg je uiteindelijk een toxiciteit. Maar minimaal 150 milligram en maximaal 600. Nou, ik heb hier een eitje meegenomen, een biologisch eitje. En in dit eitje zit 60 microgram. En ik zeg het altijd, je mag makkelijk 1 à 2 eieren elke dag nemen met een maximum van 10 per week ongeveer. Maar stel dat je gemiddeld elke dag 1 à 2 eieren neemt, dan kom je al op 120 microgram per dag uit. Nou, ik weet dat er heel veel mensen zijn die gewoon niet zoveel eieren binnenkrijgen. En dan kom je eigenlijk al heel snel aan een jodiumtekort. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld witvis eten, met name kabeljauw. 100 gram kabeljauw levert 110 microgram jodium. En dan zit je al bijna aan die 150 gram. Dus stel dat je op een dag 100 gram kabeljauw neemt en een eitje. Dan heb je voor die dag eigenlijk voldoende jodium binnengekregen. Maar ik weet uit ervaring dat heel veel mensen, mijn cliënten, die eten gewoon veel te weinig vis. En toch ook nog te weinig eieren. Dus ook in die zin is er vaak een jodiumtekort. En bijvoorbeeld sardientjes leveren ook jodium. Ik heb hier een blikje sardientjes meegenomen. Nou, hoe lekker is het niet om gewoon, ja, ik vind het zalig, om gewoon zo'n blikje sardientjes leeg te peuzelen, door je sla te doen. Ik vind het echt verrukkelijk en op die manier kun je inderdaad aan jodium komen. Maar er is er nog eentje. Ik heb hier sushi, Norivellen bij me. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. En dan garnalen. 100 gram garnalen leveren 50 microgram jodium. Dus uit voeding kun je eigenlijk heel eenvoudig voldoende jodium binnenkrijgen. Maar nogmaals, ik weet dat heel veel mensen zijn geen visliefhebbers. Zeker geen schalen scherpdieren. Dus uit de voeding moeten we het eigenlijk niet binnen zien te krijgen. En daarom is er een andere oplossing, maar daar kom ik zo meteen op terug. Wat nou eigenlijk veel belangrijker is om te weten is, wat zijn nou de signalen van een jodiumtekort? En dan kun je inderdaad maatregelen nemen. Want zolang je die signalen niet krijgt, denk je, nou jongens, het zal allemaal weer meevallen. Ik krijg vast voldoende jodium binnen. Maar als je die signalen niet weet, dan heb je ook geen idee dat je echt te weinig jodium binnen kunt krijgen. Dus daarom ga ik met je de signalen doornemen. Het is een hele rij, dus daarom heb ik wat aantekeningen bij me. Wat zijn nou eigenlijk de signalen van een tekort? Nogmaals, de schildklieren heeft hier een klein reservevoorraadje voor barre tijden. Maar uiteindelijk is hij ook opgeput en je moet het eigenlijk elke dag via je voeding binnen zien te krijgen. En het tekort aan jodium kwam vooral in vroege tijden veel voor. Tegenwoordig letten de mensen er iets meer op. En veel mensen nemen een goede multi waar jodium in zit. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar als je hier een opgezwollen krop krijgt, doe je costruma, zo'n dikke opgezwollen hals. Dat duidt eigenlijk op een jodiumtekort. Maar er zijn nog veel meer signalen die daaraan voorafgaan. Als je hier al een opgezwollen hals krijgt, nou, dan ben je eigenlijk al ver van huis. Maar tot die tijd kun je eigenlijk allerlei andere signalen ook krijgen. Dan mag je denken aan een droge en schilferige huid is een signaal. Maar ook droge haren en haaruitval, dat kan ook een signaal zijn van een jodiumtekort. Vochtophopingen in de enkels. En ik zeg het wel eens, heel veel mensen, als ze met de tenminste niet beginnen, maar als ze bij me komen voor de eerste intake van de eetlijn, dan zitten ze heel vaak met vochtophopingen in de handen en de enkels. En dan vraag ik het wel eens uit de gein, heb je s'avonds ook de boorden van je sokken in je enkels staan? Oh ja, ja, dat komt heel bekend voor. Nou, dat alleen al kan een teken zijn van een jodiumtekort. Vochtophopingen op je enkels. En je hebt natuurlijk nog veel meer oorzaken van vochtophopingen, maar jodiumtekort is er één van. Dan concentratiestoornissen en geheugenverlies. En ik denk dat dat mede veroorzaakt wordt doordat mensen uiteindelijk de bovenkamertje te weinig gebruiken, zich veel laten vermaken door de televisie, te weinig echt hersenactiviteit hebben. Nou, Anton en ik zijn gaan bridgen en dat is uitstekend voor je bovenkamer. En dan kun je beter concentreren, je kunt beter dingen onthouden. Dus dat is wel heel belangrijk, maar heel veel mensen hebben dus inderdaad voor concentratieproblemen en geheugenverlies. Dan vermoeidheid, sloomheid en duizeligheid. En dan wil ik vooral even kijken naar die vermoeidheid. Want vermoeidheid kan een teken zijn van een jodiumtekort, maar lang niet altijd. En er zijn heel veel vrouwen die zijn altijd maar moe, moe, moe. Maar weet je, er is ook geen één ras op deze wereld wat zoveel ballen en borden in de lucht probeert te houden als juist vrouwen. En die zijn altijd bezig met de kinderen, met de man, met de huishouden. Die zijn altijd maar druk, druk, druk. En die zijn vaak met 180.000 dingen tegelijkertijd bezig. En dan raken ze vermoeid. Ja, gek hè? Dan denken mensen inderdaad dat het een jodiumtekort is. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze of jodiumpillen halen, of ze gaan naar de huisarts en dan krijgen ze inderdaad medicijnen. Terwijl het eigenlijk vaak een teken is van totaal iets anders. Eigenlijk is het een teken van je lichaam die zegt van, oh, doe nou eens even rustig aan, ik ben zo moe, ik kan eigenlijk niet meer. En op het moment dat je te veel ballen in de lucht wil houden, te veel borden in de lucht, dat je moe bent, is eigenlijk een signaal van jouw lichaam. Die geeft jou schildklier een seintje om het langzamer te gaan functioneren. En een teken van een te langzaam werkende schildklier is eigenlijk vermoeidheid. En dan is het geen gevolg van een jodiumtekort, maar is het eigenlijk gewoon een gevolg van het feit dat je te veel dingen tegelijkertijd wil doen. Veel vrouwen die doen aan multitasking. Hier zit er nog eentje. Ja, volgens mij kan multitasken eigenlijk helemaal niet, maar dat schijnt dus heel erg slecht te zijn. En ik weet het. En als je dus moe bent van te veel ballen in de lucht houden, is niet altijd een teken van een jodiumtekort, maar een noodmaatregel van je lichaam om jou het seintje te geven. Nou, doe maar eens even een beetje rustig aan, jochie. En dat is dan eigenlijk een noodmaatregel van ons lichaam. Maar wij luisteren niet, want we willen doorgaan. We willen van alles nog wat doen. We willen dit afmaken, dat moet nog gebeuren. Weet je, ik ben zelf net zo erg. Ik ben alleen gelukkig nooit moeders. Voordeel dan dus, mijn lichaam geeft nog steeds geen signalen. Maar als je het signaaltje krijgt van dat je moe bent, ga dan alsjeblieft een keertje pauze nemen. Ga iets leuks met je kleinkinderen. Ga een dagje uit met je man. Of ga lekker een boek lezen. Maar ga iets leuks doen en ga even pauze nemen. Dat is beter dan verder bollen en uiteindelijk aan de medicatie terechtkomen. En ik vind het prachtig dat jouw lichaam op deze manier reageert. Dat die vermoeidheid afgeeft als teken dat je even moet rusten. En dan moeten wij inderdaad wel luisteren. Dan een pafferig gezicht en hangende oogleden. Heel veel mensen gaan er inderdaad een ooglidcorrectie toe laten passen, terwijl het ook een tekort van jodium kan zijn. Dan denk ik, nou, je kunt beter je jodiumintake ophogen en kijken of het beter wordt, voordat je inderdaad aan de operatie gaat. Dus ook dat is een teken van een jodiumtekort. Ja, dan lusteloosheid, apathie en depressiviteit, vooral depressiviteit kan ook een jodiumtekort aangeven. Je kunt niet meer helder denken, warrig en watten in je hoofd, stijfheid aan armen en benen. Ook dat kan het teken zijn van een jodiumtekort. En wij denken heel vaak, joh, je wordt een dagje ouder, je bent de 60 gepasseerd. Dat hoort er toch eigenlijk bij? Nou, laat je lekker nog meer wijs maken. Het hoort er gewoon niet bij. Je moet gewoon nog normaal kunnen functioneren. Ik denk dat je tot je 70ste, 80ste met gemak gezond en fit en vitaal ouder moet kunnen worden. En nee, stijve armen en benen horen niet bij de leeftijd. Het is heel vaak een teken van een jodiumtekort. Er kunnen nog meer tekorten aan de grondslag liggen. We hebben het nu over jodium. En er kan inderdaad een teken van zijn. Spierkramp, spierzwakte en spierpijn. En dit is eigenlijk heel grappig. Want ik gebruik zelf elke dag, en ik haal er maar even bij, ik kom er zo meteen wel op terug. Maar elke dag gebruik ik dubbel X. En hier zit precies de goede dagdosis jodium in. En Anton en ik hebben van de zomer in de Dolomieten enorme wandelingen gemaakt. Echt gigantische bergwandelingen. Veel stijgen, veel dalen. Veel kilometers afgelegd. Nou, dat we echt af en toe, ja, dan hang je tong af en toe toch al op je vestje. Maar we hebben 0,0 spierpijn gehad. En als je dan weet dat spierpijn vaak een tekort kan zijn aan jodium. Kan natuurlijk ook zijn melkzuur door overmatige beweging. Maar ook een tekort aan jodium. We hebben allebei er geen last van gehad. Maar we gebruiken dag in dag uit de dubbel X. Dus eigenlijk heel grappig om te weten. En dan inderdaad die knobbels, die pijnlijke borsten in de pijnlijke borsten en knobbels in de borsten. Kan dus inderdaad een teken zijn voor te weinig afbraak van foute cellen in de borsten. En dat kan veroorzaakt worden door een jodiumtekort. Nou, dan maag- en darmproblemen kunnen gerelateerd zijn aan een jodiumtekort. Problemen bij de menstruatiecyclus, denk inderdaad maar aan die pijnlijke borsten. Minder afbraak van overtollig weefsel. En groeistoornissen bij kinderen. En dit komt ook veel vaker voor dan we eigenlijk denken. En veel kinderen hebben juist een jodiumtekort. Dus het is echt heel erg belangrijk om daarop te letten. Nou, die trage schildklier heb ik het over gehad. Dat niet altijd een tekort aan jodium is, maar juist vaak te veel vermoeid en eigenlijk rust moeten nemen. En dan de oorzaken van een jodiumtekort. Goed, de mensen die net binnenkomen, die een stuk gemist hebben van deze uitzending. Ik heb het vandaag over jodium. En we hebben het gehad over de schildklier, over vermoeidheid, over signalen van een jodiumtekort. En nu ga ik het hebben over de oorzaken van een tekort aan jodium. Allemaal zeer belangrijke informatie. Een oorzaak voor het tekort aan jodium kan onder andere zijn een tekort aan vis of zeegroenten op het menu. En weet je, zeekraal bijvoorbeeld, lamsoren, eigenlijk alle groentes die groeien op de kwelders, op de schorren langs de zee, die bevatten heel veel jodium. Nou is het over het algemeen zo, als je veel groenten binnenkrijgt, dan moet je voldoende jodium binnen kunnen krijgen. Maar de bodem raakt uitgeput, dus er is steeds minder jodium voorhanden in de bodem. Normaal gesproken kunnen planten jodium uit de bodem opnemen om inderdaad jodium aan jou te geven door het eten van groenten. Maar doordat de bodem uitgeput raakt, bevatten de groenten steeds minder jodium. Dus je zou steeds meer jodium groenten moeten eten om aan jodium te komen. Maar je hebt altijd eigenlijk een tekort. En het enige wat je zou kunnen doen is zeekraal eten, lamsoren, want die groeien langs de zee. En daar is nog voldoende jodium in de bodem en dan kun je voldoende jodium binnenkrijgen. Dus inderdaad meer zeekraal, lamsoren, dat is ook een goede zeegroente. En dan had ik het net al over sushi nori. Ik weet niet of je het kent, maar dit zijn norivellen, dat zijn zeewiervellen. En dat zijn zulke vellen, die kun je heel goed gebruiken. Er zit altijd een ruwe kant aan en een glimmende kant. Dan moet je met je handen even de ruwe kant opzoeken. Die kun je insmeren met een klein beetje wasabi pasta. Waar heb ik hem? Ik heb hier weer heel veel spullen bij me, jongens. Het is al net zo'n uitdragerij hier. Dit is wasabi pasta. Die kun je verdunnen met een klein beetje water. Dan doe je er een klein beetje chiazaad doorheen. En die pasta die dan ontstaat, die smeer je op de ruwe kant van het norivel. Dan vouw je het norivel dubbel. En dan plakt het zo op elkaar. Want die chiazaad gaat lijmen. Maar ook het water gaat lijmen. En die sesampasta, die wasabi pasta gaat lijmen. Dan, als het op elkaar geplakt zit, dan knip je zo reepjes. Dus zeg maar van een paar centimeter breed. En deze reepjes die kun je in de oven drogen. En ik heb hier uitgeprint hoe warm het moet zijn in de oven. Ik heb het uitgeprint. Even kijken hoor. Dan doe je het in een voorverwarmde oven op 120 graden. Tot ze droog en bros en breekbaar zijn. En dan krijg je dus eigenlijk mooie nori-chips van die mooie reepjes. Nou, ik maak het wel eens als we visite hebben of gewoon voor onszelf. Nou, vanavond komt onze Rieke weer thuis logeren. Nou, dan ga ik ook nori-chipjes klaarmaken voor haar. Of bloemkoolchips of wat dan ook. In ieder geval, die nori-chips is een fantastische bron van jodium. En nogmaals, we krijgen veel te weinig binnen. En door regelmatig dit soort dingetjes te gebruiken, krijg je jodium binnen. Dan denken mensen ook wel eens dat ze jodium binnenkrijgen door het gebruik van Himalaya-zout. En dat is dus niet waar. Ik ben zelf een groot tegenstander van gewoon zout, van jojozout. Ook jojozout is maar een geknutseld product tegenwoordig, waar al het zout uitgehaald is. En dan wordt er weer een beetje, of al het jodium uitgehaald is, wordt er weer een beetje jodium toegevoegd. Is allemaal geknutseld spul. Eigenlijk zou je gewoon jodium binnen moeten krijgen door producten te eten waar het van nature in zit. Je kunt een jodiumtekort oplopen door te veel ongefermenteerde soja te gebruiken of genetisch gemanipuleerde soja. En omdat steeds gewone melk staat steeds meer onder druk en dan gaan mensen steeds meer plantaardige melk drinken. Nou, dan pakken mensen vaak naar sojamelk en ik zeg altijd sojamelk is prima om een beetje te gebruiken in je koffie. Een beetje op te schuimen, een klein beetje stevia erdoor als je het lekker vindt. Dan krijg je zo'n dikke laag schuim en maak je eigen cappuccino. Is prima, maar ga alsjeblieft niet grote hoeveelheden pap klaarmaken met sojamelk. Als je sojamelk gebruikt, pak dan sowieso de van Provanmelk. Dat is de biologische variant. Die is niet genetisch gemanipuleerd. Maar dan nog, het is eigenlijk beter om dan niet al te veel niet-GMO soja binnen te krijgen en niet gefermenteerd. Pak dan liever bijvoorbeeld amandelmelk. Pak je nou sojamelk om te fermenteren, om daar je eigen kefir van te maken. Ja, dan is er niks aan de hand. Maar soja verhindert eigenlijk de aanmaak van, of opname van jodium in het lichaam. Nou, dan krijgen we in deze tijd veel te veel toxische stoffen binnen. Je mag denken aan kwik en lood en fluor bijvoorbeeld, krijgen we allemaal binnen. Die kunnen we eigenlijk alleen maar afbreken door meer jodium te gebruiken. En dat krijgen we dus veel te weinig binnen. Dus daardoor krijg je een stapeling van dat soort stoffen. Want de afbraak van dit soort stoffen vraagt jodium van je lichaam en daardoor kan er een tekort ontstaan. Dan maagzuur- en darmproblemen kunnen de opname van jodium verhinderen. Nou, we weten allemaal dat we allemaal een niet goed functionerende darmflora hebben. Nou, daardoor kan de opname van jodium verhinderd worden. Dan bepaalde medicatie. Ik hoor mensen zo vaak zeggen, joh, je hebt bepaalde klachten. Nou, ik neem wel een aspirintje. Nou, juist aspirine verhindert de opname. Of nee, ik zeg het niet goed. Inname van aspirine kan de uitscheiding van jodium bevorderen. Dus eigenlijk hartstikke ongezond om te vaak een aspirintje te gebruiken. En ik weet dat mensen het aangeboden krijgen of geadviseerd krijgen bij hart- en vaatziekten. En dat schijnt dan daar een positief effect op te hebben. Maar dan heb je wel heel snel een jodiumtekort. Dus let daarop en probeer het op een andere manier in te nemen. Nou, landbouwgronden die uitgeput raken, heb ik het er eigenlijk al over gehad. Dus probeer groentes te eten die langs de kust groeien. Heel belangrijk. En als je veel transpireert in de overgang heb je geheid een jodiumtekort. Dan heb ik het vorige week gehad over een seleniumtekort. Dat ligt ook heel vaak op de loer. En seleniumtekort en jodiumtekort gaat bijna altijd samen. Want seleniumtekort versterkt de symptomen van jodiumtekort. Dus ik heb net al de symptomen van een jodiumtekort genoemd. En als je een seleniumtekort hebt, dan versterkt dat de symptomen van een jodiumtekort. Dus eigenlijk is het dan dubbel feest. En ook een ijzertekort versterkt ook de symptomen van een jodiumtekort. Nou, waar zit het in? Nog eventjes op een rijtje. Zeewieren zoals kelp, kombu, wakame en zeekraal. Ik heb dus inderdaad die Norivellen, is ook een zeekraalachtig iets, of eigenlijk een kelp. Witvis heb ik genoemd, garnalen, biologische eitjes. Daar zit het allemaal veel in. En dan in minder mate in yoghurt, kwark, mozzarella, cranberries, banaan, appel, aardbeien en mango. Kaas, kip, bonen en uien. Daar zit het eigenlijk allemaal in. Nou, dan krijg ik heel vaak de vraag van Nettie, ik eet geen brood meer. Want als je brood eet, dan krijg je toch eigenlijk ruim voldoende binnen. Nou, dat is een verhaal, daar kan je regelrecht naar het land der fabelen verwijzen. Want het punt is, als jij brood eet, dan zit er alleen maar een klein beetje bakkerszout in. En bakkerszout bevat geen jodium van nature. Of er is een klein beetje kunstmatig jodium aan toegevoegd, maar dat zet gewoon geen zoden aan de dijk. Dus het weglaten van brood, dat geeft mensen vaak een soort paniekidee van help, ik krijg geen jodium meer binnen. En bij de eetlijn ga je inderdaad je brood in ieder geval tijdelijk even laten staan. Maar ik heb een hele goede oplossing. Als je namelijk aan de eetlijn gaat, dan krijg je elke dag een portie dubbel X. En dubbel X bevat ja, ik zal het even laten zien. Even openmaken. Kijk, krijg je een doosje. Dan zie je 3 tabletjes in zitten. En een goede multi moet altijd uit 3 verschillende tabletten bestaan. Want anders werken ze elkaars werking tegen. En in deze tabletjes zit jodium in het mineralencomplex. Want je hebt hierin vitamines. Dat zijn de gele. Dit zijn de mineralen, de witte. En dit zijn de plantenstoffen. En in die mineralen zit dus een dagdosis jodium. Want je hebt elke morgen alle 3 nodig en elke avond alle 3. En dan krijg je 150 microgram jodium binnen. Dat is precies de minimale dosis die je nodig hebt. En mensen reageren al. Sinds ik de eetlijn volg, heb ik geen last meer van. Wordt geprikt, is allemaal goed. Dus je krijgt voldoende jodium binnen dankzij de dubbel X. En dan is er toch nog ruimte om een keer een extra eitje te eten. Of wat kabeljauw of wat zeewier. Want je hebt minimaal 150 microgram nodig. En maximaal 600 microgram. Ga je daarboven, dan krijg je de toxische dosering. Dan kom je niet zo snel aan. Dus 150 microgram uit de dubbel X. En dan heb je nog voldoende ruimte om vis te eten. Of een eitje of zeewier of wat dan ook. En dan zit je eigenlijk precies aan de goede hoeveelheid. Nooit meer een tekort, maar ook nooit een teveel. En dat is eigenlijk het verhaal van jodium. Goed, lieve mensen, ik was weer een sneltrein. Excuses. Er was pas een mevrouw en die zei net, ik luister maar niet meer, want je praat zo snel. En op de een of andere manier, als ik begin met te vertellen, dan gaat die trein lopen en ik krijg het niet voor elkaar om langzaam te praten. Ik doe iedere week mijn stinkende best, dat moet je echt geloven. Maar het is gewoon een uitdaging. En Marlijn Bonkers van Hout is dat het merk dubbel X, inderdaad Marlijn. En als je wilde kan ik een verkooppunt bij jou in de buurt opzoeken. Want er zijn heel veel verkooppunten in Nederland. En ik kan je er dan aan helpen. Je kunt het ook bij mij in de webwinkel bestellen. Kan ik het gewoon eventjes via een verborgen code. Dus eigenlijk een verborgen product. Dus ik kan jou de link doormailen. Maar je kunt ook eventjes vragen naar een verkooppunt bij jou in de buurt. Dus Cindy zegt goede informatie, dankjewel Cindy. Cindy van Oosterhouten, leuk dat ik jou hier weer zie. Peter vraagt, waar haal je de goede wasabi pasta? Ik heb deze bij de Jumbo gehaald, Peter. En ja, Ik weet niet of die biologisch is of niet. Je gebruikt ook zo weinig. Dat ik denk, joh, het ziet er wel heel biologisch uit. En ik weet niet zeker of die goed is. Maar deze is van de Jumbo. Dus ik denk dat het wel heel goed is. Er staat met fresh wasabi. Dus er moet eigenlijk wel goede zijn. Het is de echte Japanse wasabi. Sjaan vraagt, wat liet je zien wat je gebruikte? Ja, ik heb wasabi pasta laten zien, Sjaan. Ik heb... sardientjes laten zien, ik heb zeewier laten zien, ik heb eitjes laten zien en ik heb de dubbel X laten zien. Ik weet niet precies wat je bedoelt, maar laat het even weten via de chat, dan reageer ik er nog wel even op. Ja, Maureen zegt, sinds de ophoging van de dubbel X gaat het wel een stuk beter. Nou, dan zie je inderdaad, als je de dubbel X gaat gebruiken, dat die klachten kunnen verminderen, omdat je geen jodiumtekort meer hebt. En weet je, het is veel makkelijker om elke dag een goede multi te nemen, 's morgens en 's avonds, dan allemaal te puzzelen van hoeveel eieren heb ik nodig, hoeveel vis heb ik nodig, hoeveel van dit, hoeveel van dat. Het is bijna niet uit te rekenen. En pak je de dubbel X, wat ik al zei, nooit meer een tekort en nooit een teveel. Dat is eigenlijk ideaal. En Marianne vraagt, is spiruline ook goed? Ja, spiruline bevat ook heel veel jodium. Is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met die Norivellen. Kan je eigenlijk vergelijken. Hier kan je trouwens ook heerlijke sushi van maken, weet je dat? Kijk, hier heb je een voorbeeld van sushi. Nou, we eten natuurlijk geen rijst, maar dan kun je van quinoa mooie kleefrijst maken, vervangen voor kleefrijst. En dan met zalm en met kruiden. En dan pak je een velletje met die Norivellen. En met een bamboematje en dat rol je op. En dan heb je van die prachtige... rolletjes krijg je met zalm erin en die kun je weer in plakjes snijden. En zo kun je je eigen sushi maken met die Norivellen. Is hartstikke leuk om te doen. Ja. Marianne zegt, wordt misselijk van eieren. Weet ik, Marianne, heb je al eens vaker verteld. En die kun je inderdaad vervangen door heel veel andere dingen. Je hoeft niet per se eieren te eten. Maar dan juist voor jou is het heel belangrijk om elke dag een goede multi te hebben met jodium erin. Echt heel belangrijk. Ja, goed lieve mensen, als er geen vragen meer zijn, dan ga ik afsluiten. Siska zegt, ik wil ook de dubbel X, dat kan Siska, ik kan jou een verkooppunt, ik neem je zo meteen wel even contact met je op, ik zal je een pb'tje sturen. Dit was het voor vandaag over jodium en volgende week gaan we het hebben over peper. Dat is ook een heel breed begrip, maar peper is echt ongelooflijk gezond, niet iedereen kan er tegen. En volgende week ga ik je de voor- en nadelen noemen van peper en waar je het voor in kunt zetten voor je gezondheid. Goed, lieve mensen. Marion zegt, waar koop je de vellen zeewier? Bij mij in de webwinkel kun je ze halen, Marion. Ja, een teveel aan jodium. Ja, Simone, als je boven de 600 microgram komt, dan krijg je een teveel aan jodium. Dus dat. Ja, goed zo. Nou, ik ga afsluiten. Ik wens jullie allemaal een hartstikke fijn weekend en... tot volgende week. Dan hoop ik dat je er weer bij bent. Ik ben er in ieder geval. En onwijs genieten. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei doei. Oh, ik vergeet nog wat. Oh, wacht even. Ik vergeet nog wat. Je hebt nu heel veel mooie informatie gekregen over de jodium, over de Norivellen en andere dingen. Waar je ook heel veel goede informatie krijgt is bij mijn online inspiratieprogramma 365 dagen gezonder van A tot Z. En ik krijg zulk ongelooflijk leuke reacties dat ze zeggen, Nettie, wat een informatie krijgen we van jou. Elke dag wakker worden met een tip van Nettie. Als je nou twijfelt om het programma aan te schaffen, het kost wel €127, dan kun je vanaf nu een proefmaand aanvragen. En ik zal zo meteen in de tekst boven deze video, ga ik even wat linkjes zetten, linkjes naar de Norivellen, maar ook een linkje naar de proefmaand, zodat je een maand kunt proeven aan het online inspiratieprogramma. Dan kun je op je gemak bekijken, is het iets voor mij? En na een maand kun je het verlengen en dan krijg je een fantastische aanbieding, waarin je het met echt heel veel extra korting kunt kopen. Dus op zich hartstikke interessant. Dus kijk er gewoon eens even naar, meld je aan voor 1 maand proefdraaien en dan kun je daarna beslissen of je er inderdaad mee door wil gaan. Je zit nergens aan vast, maar je kunt wel lekker genieten van die proefmaand. Goed, nou dan ga ik er echt tussenuit. Ik lijk Haantje David zal iedere keer maar terugkomen, Nettie. Dat kan echt niet. Goed, lieve mensen, graag gedaan. Fijn weekend, tot volgende week. Doei doei. Doeg.